het laatste ritje in mijn vrachtwagen is een feit. We gaan nu naar Groningen. Het is meer dan 2 uur rijden vanaf mijn stal. En dan kan ik nog een beetje afscheid nemen, maar ik krijg een, ja, echt een hele vette ervoor terug. Oké, jongens, ik ga mijn vlogcamera wegdoen en op de weg letten. Ik zie jullie bij de unboxing. We zijn aangekomen in Persen en ik ga nu naar de vrachtwagen toe lopen die helemaal ingepakt is. Ik ben zo benieuwd hoe het eruit ziet. Echt, dit is echt de grootste unboxing video ever. Dit wordt de grootste ever. Ik denk over de hele wereld niemand dit ooit gaat overtreffen. Oké, ik zie hem al staan. Ik ga mijn camera omdraaien. Jullie zien hier al de vrachtwagentjes al staan, als een soort van cirkel eromheen. En hierin zit dus mijne. En ik heb hem dus nog niet gezien in het echt. Wow, hoe vet ziet het eruit. Oké, ik wil hem gewoon. Ik denk dat ik hem gewoon zo ga uitpakken. Ik kan niet meer wachten. En die lintjes zijn ook zo cool. En kennen jullie Victoria's Secret? Ik weet niet of jullie dat kennen, maar die hebben dus ook zo'n inpakpapier. En dit is toch niet normaal. Kijk, let op. Ik blijf gewoon lopen, lopen, lopen. En ik loop er gewoon nog steeds omheen. Oké, kunnen jullie ook niet meer wachten? Oké, als jullie niet meer kunnen wachten, doe alvast even een duimpje omhoog. En vergeet niet op de abonneerknop te drukken en het belletje ernaast, want dan mis je nooit meer een nieuwe video. We gaan beginnen. Het is de grootste unboxing gewoon van de hele wereld. Ik weet gewoon zeker, niemand heeft nog zoiets groots op welke video er ooit gedaan heeft. Wow. Oké, wacht, we hebben eerst nog een doos. Weet je, om het echte cadeau doe je ook de mooiste kant als laatst. Dus we gaan het ook met deze kant helemaal openmaken. Oh, het kan toch breken al een beetje. Als ik de volgende openmaak, klapt die open en ga ik hem dan gewoon zien. Mensen naar mijn stal komen op de foto gaan met vrachtwagens. Maar nu sta ik erop en Yves ook. Dus het wordt alleen nog wel leuker. Oké, jongens. In onze droomwereld van paardenpetvee kan natuurlijk alles. Dus als ik in mijn vingers knip, dan is er ineens altijd over hier weg. En dan gaan we hem zien. 3, 2, 1. Oké, jongens. Hij staat hierachter en we gaan hem ontmoeten. Kijk, sowieso vind ik dit heel gaaf, deze sierletters. Ik wilde heel graag mijn naam met sierletters en een Nederlands vlaggetje. Dat is gewoon een soort van, het hoort op paardenvrachtwagens. En dan, OMG, dit is zo vet. Het is gewoon precies hoe ik hem in mijn dromen had bedacht. Kijk die foto van Yves. Hoe gaaf is hij gewoon helemaal hier met al die zwart zilveren letters. En wat ik heb gewoon een idee dat Yves hier een beetje is. Ik wou hem bijna een soort van aantje of kusje geven. Hoor Yves. Zo scherp. Oké, we gaan zo naar de binnenkant. Oké, ik zie dat blauwe licht wel echt heel vet. Kijk in de achterkant. Oh, hij is echt zo mooi. Hij is helemaal soort van, bijna soort van rond afgewerkt. Niet zo vierkant of zo. En dan, deze kant. Dit is echt heel mooi. Dit is mijn lievelingsfoto van mij en Yves samen. En nu staat hij levensgroot op de vrachtwagen. En ik vind hem zo vet. Je ziet zelfs gewoon, hij is zo scherp dat je nog een beetje gewoon blubber op mijn hand ziet. Hoe grappig is dat? Ja, echt cool. Echt vet.
Oké, we gaan eventjes iemand erbij halen die hier werkt. Want dan gaan we eventjes alle ins en outs bekijken in de vrachtwagen. Want die weet ik natuurlijk niet. Ik weet alleen dat hij er heel vet uitziet. Maar ik moet straks natuurlijk ook mee alleen op pad kunnen. En ik ga zelfs morgen al ermee op pad samen met Yves. Oké, we gaan even iemand zoeken. Oké, ik sta hier dus Arnold. En Arnold is de baas van al deze vrachtwagens. En hij heeft deze helemaal gemaakt. Ja, we hebben hem wel samen ontworpen. Maar uiteindelijk, dankzij jou Arnold, is hij zo mooi geworden. Ik zou zeggen, neem me even mee in de vrachtwagen. Hoe gaat die open? Hoe werkt het van binnen? Let's go. Ik zal het je laten zien. Jij mag hem openmaken. Oké. Ik klik hier op de sluit. Ik kan het. Wow! Nee! 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 Dat had ik niet snel komen! Wow! Wow! Oké, hij gaat heel simpel open. Je bent er niet klaar om uit te pakken. Oké, dit kan ik dus gewoon allemaal in mijn eentje. Nee! Oh! Oh nee, het zijn er zoveel jongens! Oké, wat zal ik eruit halen? Oké, dit is zo vet! De komende jaren is jouw garage wel roze, Arnold! Oké, jongens, hier moeten we even goed opletten inderdaad. Hoe moeten we dit doen? Je kunt je schat openen, trek hem die kant op, draai hem door de ballon heen. Oké, dan gaat er één keer open, dan ga ik zo. Oh nee, nog niet. Oh, dit is ook vet simpel. Ja. Oké, ik ben altijd zo bang. Ik moet alles in mijn eentje doen, maar dat kan dus gewoon makkelijk. De kartonnen eruit. Oh, de blauwe licht, jongens. Oké, dit is zo gezellig. Ik wil gewoon logeren met die hier. Oké, en nu als die open is... Dit is een borstbalkuitvoering, dus je hebt die paar een vrije ruimte hier. En dan heb je hier gewoon, hier kun je onderdoor, je kunt hem openzetten. Kun je daar naartoe naar je bergkast. Wow. Je bergkast zit hier achter. Oké, kom jongens, jullie moeten echt meekomen. Let op. Oh, maar ik ben zo blij met kasten, want bij die andere vrachtwagen had ik dus geen kasten. En daar viel steeds alles eruit. Dus een kast is echt heel vet chill. Al uit ervoor, dan heb je opbergruimte. Deze kant kun je zadels kwijt. Zo chill. En in ieder geval dat die paarden elkaar toch even niet goed samen met elkaar kunnen, heb je hier nog een soort scheiding. Zo handig! Heb je altijd bij je, als je hem niet nodig bent, dan gebruik je hem niet. Oh, anders. Maar kan je dus ook zeg maar met een hengst en een merrie naast elkaar? Ja. Huh? Dan kan ik met mijn vriendin op stal, die heeft een hengst, Handsome. En we kunnen nooit samen op pad, maar nu dus wel, want er zit een schat tussen. Ja. Zo chill. En daarboven is daar nog meer. Oh, ik heb zoveel dekjes en dingen. Kan ik die hierin doen? Ja. Oh, ik ga kijken of ik het zelf kan. Oh, ja! Makkelijk! Ja. Allemaal goed? Ja, echt veel ballonnen. Oké, wacht, ze moeten een kamertje weg, want dan kunnen we nog meer zien. Oké, dan kan ik het dan weer zien. Oh, lekker een raampje. Oké, jongens, eruit. Oké, en hier kan je ook liggen, toch? Ja, ik zou even kunnen slapen, ik pas erin. Als je mijn tasje in laat snijden, dan past dat. Ja, ja, vet gezellig. Dit moet ik even goed opletten, dat moet ik even onthouden. Deze haal je boven toe. Ja? Die trek je uit. En dan rol je gewoon naar achteren. Huh? Zit je vast. En je hebt gewoon een volledige afberg. Dat kan ik ook gewoon makkelijk in mijn eentje doen. En dan kan ik hier een stal van maken voor Yves. Dan ga ik naar boven liggen en dan slaap Yves hier. Dat ziet er ook wel zo. Je zou nog even als keukentje kunnen gebruiken dit. Super chill. Ja, echt heel vet. Voor de rest is alles lichtgewicht gebouwd. Hele zware motor erin. Dus dat je makkelijk gewoon met een paar lijnen. Binnen de cabine is alles leer. En ik ben ook mijn hooi aan het hangen, toch? Ja, ja. Heel vet. Kijk, je hebt binnen alles leer. Je hebt automaat, je hebt cruise control, camera voor binnen en voor achter de auto. Navigatie, cool. Alles erop en aan. We zitten nu eventjes in de vrachtwagen en hij is ook zo mooi van binnen. Kijk, dit is mijn systeem voor de radio en zo. En hier heb je dus de camera en dan kan ik Yves dus zien staan en Vito of het goed met ze gaat of stel Jake gaat een keer mee. Oh, die roze strik is ook nog zo cool. Het ruikt ook allemaal weer zo lekker, zo helemaal nieuw. Kijk, en leren stoel is handig, want ik mors nog wel eens ijsjes en gewoon ook handig om schoon te maken. Oh, echt heel cool. Oké, ik heb hem nu helemaal gezien. Ik heb van Arnold alles geleerd hoe die werkt. Jullie hebben gezien hoe die eruit ziet. En ik kan niet wachten om hem mee te gaan naar de paarden. Ik ga er straks meteen Yves en Vito even inzetten. Kijken hoe ze het vinden. Kijk, hier laten we echt heel veel ballonnen achter.
Wow, het zijn er zoveel. Echt, echt heel cool. En ik moet nog 2 uur rijden terug naar stal. En normaal is 2 uur rijden helemaal niet lekker. Maar nu kan ik volgens mij lekker met... Kan ik met een muziekje erin? Heeft hij bluetooth? Kan ik hem linken? Ja. Ja, ik kan ook mijn muziek linken aan... de vrachtwagen, dus ik heb sowieso nog gewoon 2 uur lang in mijn nieuwe vrachtwagen te rijden. We gaan het doen. Onze eerste rit, yes! Doei! Oké, jongens, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je de vrachtwagen mooi vond. Vergeet niet te abonneren.